Maar hoe moet ik, ik intreren? Er is nooit uh, mij gezegd. Gewoon, hoe doe, hoe doe ik een intro meestal? Hallo, nee, ik ben Jarin. Ik bent niet Jarin, <laughs> Rome, maar. Hallo iedereen, het is Lennart weer en welkom bij aflevering 2 van Socrates filosofeerding. Yes, klopt, Lennart. Welkom terug. Uh, welkom terug, hierin Ja, welkom, dank u. Het is mijn kamer, mijn studio, uh, maar uh, goed. Uh, ik, ik hoop dat we deze aflevering op de, de maandag 4 uur hebben online gekregen, zodat het echt mooi een week na de vorige aflevering is. Uh, we zijn een beetje aan het deadline werken, het is namelijk zondagavond. Oeh. 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 Spannend. Uh, ja, Lennart, uh, ik ben nog een beetje ja, aan, het, aan het bekomen van je Euro Eurosong gisteravond. Ja. De Starlings hadden moeten winnen, maar het is van hen gestolen door slechte punten van de jury. Ongelooflijk. Ja, door hun is het Gustav gewoon... Allemaal like, Alexander zijn like, schuld. Ik kan mij achter Gustav zetten, maar ik moet ook even verwerken dat de Starlings... Uh, nee, ik, ik, ik zelf kan mij er niet hebben. echt achter zetten, eigenlijk. Ik, 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 het was is nu ook niet de winnaar van mij. Het was echt niet de top drie, in ieder geval, zelfs Gustav, maar nee. goed. Uh, no offense. Het was top vijf. Gustav, <laughs> van, de van de zeven. <laughs> no offense, Gustav, als je aan het luisteren bent. Maar goed, Lennart, over, uh, over wat gaan we het hebben in deze aflevering? Wij hebben het nu uh, over het hiernamaals, het leven na de dood. Ja, en, en of uh, het er is. Ja, en uh, voordat, ik daar, voordat we daar echt op, op dieper op ingaan, wil ik wel even een, een, beetje een, een soort van disclaimer uh, doen. Mm -hmm. Even toch wel meegeven dat wij. Uh, we gaan het hebben over uh, het hiernamaals: leven na de dood. Dat zijn vaak dingen die nogal uh, zeer religieus geïnspireerd zijn. Uh, dus ik wil toch even meegeven dat wij. Uh, wij zijn aan het filosoferen. We gaan allee, hypotheses bespreken, we gaan, wat zou er kunnen bespreken. Maar ik wil wel meegeven dat wij... Uh, ik, ik mag toch voor ons beiden spreken, denk ik, als ik dat zeg. Uh, veel respect hebben voor uh, de religies, voor ja. mensen... Hun... Maar ik ben aan het lachen terwijl ik dit zeg, terwijl ik dit echt meen, eigenlijk. Het ja. is eigenlijk wel grappig, ik weet niet. Ik, dat kan het het niet. voelt gewoon zo heel geforceerd dat ik het moet zeggen, ja. maar ik meen het wel, echt. We ja. hebben heel veel respect voor alle religies. Uh, en en we willen ook niemand beledigen, niemand zijn geloof mm -hmm. in de weg staan, maar we gaan hier gewoon... Een beetje ja, filosoferen over hoe dat wij het zien. En hoe, wat zou het zijn? Wat zou het kunnen zijn? Um, hm. Want ja, ik denk ook, alleen, zeker ik, maar jij ook wel, we zijn alle twee wel atheïstisch. Uh, denk ik. Dus, uh, maar we willen zeker en vast niemand uh, beledigen. En geen enkele ja. religie zeggen: van de ene religie is beter dan de ander uh, atheïsme is beter. Wij hebben uh, gelijk. That's wij. Want nee. we weten het niet. We Niemand weet het. weet het. Dat is, dat is inderdaad een beetje misschien het eerste punt waar we... Allee, een van de punten waar we over kunnen filosoferen. Maar we weten het inderdaad niet. Dus we gaan ook niet zeggen dat iemand ongelijk heeft, dat iemand gelijk heeft. We mm -hmm. gaan echt gewoon een beetje nadenken over wat het allemaal is. En uh, daarmee, ja, ik ga ja, gewoon een, een interessante denkoefening te maken met ons tweeën. Waar eigenlijk ja, heel het idee is van onze podcast, gewoon wat samen nadenken. Mm -hmm. uh, maar dat wilde ik toch nog even meegeven... Uh, voor het begin van deze podcast, maar toch soms wel. Allez, het kan een gevoelig onderwerp zijn. als je gewoon uh, ja, begint te haten op dingen of zo. Uh, vandaar dat ik dat even toch wel meegeven Lernert. Ja, het is duidelijk. Ja, dank je. Ik, uh, ik ben heel duidelijk altijd. Uh, heel straightforward. Uh, Oké. Okay. Soms ben ik niet zo duidelijk, maar goed. Uh, dat zijn mijn eigen persoonlijke problemen die boven komen. Ah, Leonard, help me. Nee, de... Oké, okay, leuk. Ja, uh, even, even een dikke crisis in het okay, leven. Oké, de dood. Ja, uh, misschien <laughs> moeten we dat overgaan naar het onderwerp. <laughs> ja. Wat denk jij, Jarin? Och, wat denk ik? Uh... Wat denk jij dat er gebeurt? Ik, uh... Stel je voor, we maken, een, we maken een scenario van... Jarin, jij krijgt nu een hartaanval. Wat dan? dan voel ik mijn linkerarm heel hard, denk ik. Ja, mm -hmm. ja, ja. Uh, maar goed, uh, je bedoelt natuurlijk wat gebeurt er gebeurt als ik de hartafval niet overleef, denk ik. Um, ja, ik moet zeggen, allez, ik ben, um... ja, ik ga iets zeggen, maar dat klopt niet helemaal wat ik ga zeggen, want ik moet er uitleg bij geven. Ik geloof in reincarnatie, maar vergeet wat je denkt over reïncarnatie. Ik geloof niet daarin. Ik geloof niet dat we doodgaan wat en dat we dan er geboren worden als een nieuw persoon. Wat dan wel? Het is gewoon biologisch... Reincarneren wij. Want wij sterven. Wij ver, allee, vermoedelijk worden vermoedelijk in de grond gestoken of iets dergelijks. Um, en uh, er groeien nieuwe dingen uit ons. Er groeien, echt, Als we in de grond er groeien planten uit ons. Schimmels. Er groeit leven uit ons dode lichaam eigenlijk. En in a way... Is dat een soort van reïncarnatie? Ja, maar wat me meestal geassocieerd wordt met reïncarnatie. is dat het ook te maken heeft met het concept van een ziel, van uw ziel. Ja, dat die ja, overgaat dat in inderdaad. een. Inderdaad, dat is uh, inderdaad het, het, het echte concept van reïncarnatie. niet mijn interpretatie van reïncarnatie. Ja. Um... Ik heb, ik heb daar ook wel lang geloofd dat dat mogelijk zou zijn. maar. Uh, ik denk nu eigenlijk niet dat een ziel een bestaand iets is. Ja, dat is. Ja, de, misschien de belangrijkste yeah. discussie als het gaat over het hiernamaals en, en, en de dood. Um, wij, ja, wij, wij denken ergens van ja, het kan toch niet dat wij gewoon doodgaan en dat er dan niks meer is. Want we hebben als mensen een soort van het gevoel van ja, we hebben, hebben een ziel. Dat is iets, ja, een concept wat wij wel zelf hebben verzonnen ook eigenlijk. Alleen het concept zelf hebben ja, bedacht. Um, en wij kunnen er gewoon niet zo goed tegen. Dat daar nergens naartoe zou gaan, dat daar gewoon weg zou zijn. Wij kunnen dat niet bevatten, ja. hoe dat, dat dan is. En dus, wij, ja, dus komt er dat, dat je gelooft in een ander. Ja, dat is het ding: wij kunnen ons niks niet nie inbeelden. Ja. Het, het concept, niks, wij kunnen dat niet voor ons zien. Want meestal, als jij aan iemand zegt van. Niks, dan, dan krijg je bijvoorbeeld een, een beeld van een zwart vlak in je hoofd, maar dat is het ook niet. Want dan zie je iets. Ja. Een, zwart vlak. een zwart vlak is iets. Hè? Ja, dan neem je iets waar. In de maar je kunt niks Duisternis waar nemen. Is, is ook iets. Mm -hmm. Dat je niks ziet, dan zie je ziet wel iets. Je ja. ziet niks. Nee, je ziet iets. Duisternis. Ja. <laughs> je ziet niet niks. Je ziet iets, maar dat iets is niets. Dus je ziet niets wat dus iets is. <laughs> Snap je? <laughs> ja, ik snap het. Ja. Dat is een prachtige leuk, zin van uh, ja. mij. Hè? Maar Wat ging jij nog zeggen? Ik moet het eigenlijk vergeten. Ik, ik ben echt overdwaald <laughs> in mijn eigen iets, in, in niets. In uw eigen rare zin. Ja, oké. Okay, ja. Leuk. Leuk. <laughs> is... Want uh, ik denk dat dus het ding is dat wij ons niet kunnen inbeelden dat wij onze uh, zintuigen niet gebruiken, of onze gedachten tenminste. Want dus een zwart beeld is ook nog altijd iets dat je ziet. Iets dat je voor je ziet, iets dat je waarneemt. Ja, daarom. En het, het, het grapje is wel, eigenlijk, als je erover nadenkt: we hebben het al meegemaakt om De niets, ja. Te, ja, niets te zijn, om niets te voelen. Mm -hmm. Voordat je geboren bent, je was, bent geworden, geweest, zin, is eigenlijk uw staat. De staat waarin je bent voor je geboorte zaatsel. is exact dezelfde staat als na je dood. Niks. Nee, je niet dat je bent na je dood. Maar die zaadcel wordt ook pas op een gegeven moment aangemaakt. En ja, daarvoor ja, ja. bent je niks. Ja. Je bent niks. Ja, maar het ding daarmee is. Maar dat is ik... niet helemaal waar. Als je kijkt naar de zaadsel van IJssel, is het in principe al van de geboorte van een vrouw in een ja, vrouw. Okay. Dus nee. Eigenlijk leef je dan zo lang ervoor. Oké, okay, daar gaan we nu niet meer op ingaan, maar ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Ja. Ma uh, maar het ding is gewoon, dat is iets dat ik al vaker mensen heb horen zeggen, is uh, dat je niet bang hoeft te zijn voor de, voor de dood of voor, of voor het niks, hm. omdat je het al eens hebt meegemaakt. Maar het ding is ja, en ook, je moet er niet bang voor zijn, want het is letterlijk niks. Ja, maar zo. maar dat, kunnen je, dat kunt niet begrijpen. Je, ja, je kunt dan ook op zich geen angst meer voelen. Je kunt, je zit niet alleen met je gedachten of zo, want de gedachten zijn er ook niet meer. Maar dat is gewoon zo'n zo raar concept. Niet... In onze gedachten beseffen hoe dat is om geen gedachten te hebben. Ja, en het is ook volgens mij ook gewoon niet fijn, het idee van gewoon totaal niet meer bestaan. Vandaar ook dat mensen. dat is ook een, reden, een bepaalde reden volgens mij in mensen dat ze grootste dingen proberen te doen of een impact proberen te hebben op de wereld zodat er nog iets, iets van hun overblijft nadat ze zijn een, weg zijn. Nalatenschappen. Na ja. En van iets betekent voor, in principe, ja, dat is het, het idee van. Zolang dat, dat mensen nog een herinnering aan mij hebben, ben ik nog niet dood ofzo. Mm -hmm. Ik denk dat yeah. allee, als, je dan, als we kijken naar. Ja, Coco! Dan, ja, ik <laughs> wou net zeggen, inderdaad, ik, dat wilde ik inderdaad zeggen. Yeah. Exact wat ik wilde zeggen. <laughs> zo, er, is heel veel, ja, er zijn heel veel films, series, boeken over verschillende Vormen van Tirunama. Als, als je kijkt naar wat ik net zei van je bent pas dood als niemand je nog herinnert, dat, dat is het verhaal van Coco. Mm -hmm. En um, ik vind het ergens een heel mooi verhaal. Um, Qua, qua metafoor, wat erachter zit ofzo. zo. Yeah. Ik, allee, ik geloof niet dat je inderdaad in een hemel zit. totdat niemand je herinnert. en dat je dan langzaam echt wegveet, ook al allee, in, de, in de hemel waar je dan niet meer Ja, bent. maar, maar het, het, het metaforisch yeah. is het inderdaad wel zo van. zolang dat mensen u nog herinneren. zolang dat jij inderdaad nog herinnerd wordt. bent je niet volledig weg van de wereld ofzo. Mm -hmm. Ja, ja. En dat dan? Is, dat is. Ik, was, uh, ik ben in een boek aan het lezen van. Uh, de Onbespreekbaar podcast, ik weet niet of je die kent. Mm. Uh, het, hun boek, uh, omdat we hier niet genoeg over praten. En er was een uh, hoofdstuk over rouw. Mm. En uh, daarin uh, quoten ze uh, inderdaad een... een uh, ik denk ook een filosoof. Uh, quoten ze iemand die inderdaad zegt van... Uh, ik ben pas dood, totdat de laatste persoon die me herinnert doodgaat. Ja. Ja, dat... Dat is ook al... Logisch op een manier. Allee, ja, dat je blijft. Maar ni niet daadwerkelijk, hè? Niet zoals in Coco, dat je daadwerkelijk blijft bestaan. Maar gewoon dat de... je pas echt stopt met bestaan. Dat is, zo dat is hetzelfde als van. Uh, als er een boom omvalt in een bos en niemand hoort het, hè? Is dat geluid er dan nog? Ja, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde is dat idee hetzelfde? eigenlijk. Jawel toch? Maar als jij, als, als jij. Puur wetenschappelijk, dat geluid is er, hè? Want geluid zijn. Ja, maar. Hen. Ja, en ik jij hebt ook. In de, ja, in de, en puur wetenschappelijk, jij hebt ook nog altijd ooit bestaan, maar als niemand u meer herinnert, wat maakt het dan nog uit? Dat is hetzelfde. Ja, nee, ik snap u. Ja. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ik vind het inderdaad een mooie vergelijking. ja. Mm -hmm. Wauw, jij bent slim. Ja, ja, ja. slim jongens. Uh, meisjes, dames, heren, non-binairen. <laughs> okay. Sorry, ik zeg normaal nooit, jongens of meisjes of dames of heren. Ik zeg normaal altijd. Maar zeg gewoon. Uh, iedereen. Nee, maar dat is echt, hè? Ja. Ik, ik zeg nooit. Dames en heren of jongens en meisjes. Ook als ik in de... Even heel kort tussendoor daarover. Als ik bijvoorbeeld een zomer op Ik zeg nooit tegen mijn... tegen mijn groep kinderen... Zeg ik nooit jongens en meisjes. Ik zeg altijd... Meestal... Ik zeg... Vaak zeg ik gewoon kindjes. Ook al zijn die zo twaalf. Ik vind dat gewoon grappig om die kindjes te noemen. Uh, of ik kan ook wel soms zeggen... Lieverts tegen nee. Lieverts, kom hier. Maar... Maar die... goed, dat was even een, uh, tussen. Dat is episode. ook wel een, een beetje een interessant ding. Dat nog is taalverdeling. Ja, ja, ja. Dat is andere afleveringen. Maar ook of, is... of dat is seksualiteit. En ja, als we het hebben over RF en, en gender. Uh... Ja, maar jij wou het daar niet over hebben in een aflevering? Ja, misschien wel. Oké. Okay. Het is wel interessant. Dan kunnen we dezelfde disclaimer doen als hierbij: dat we respect hebben voor <laughs> ja. iedereen. Maar ik wou zeggen. Al voor mensen die geen respect hebben voor andere mensen. Ik wou zeggen, jij zegt geen, geen jongens, of meisjes tegen, eh, jongens en meisjes tegen mensen. Maar iets dat mensen wel doen, is bijvoorbeeld alleen jongens zeggen tegen een groep van gemixte uh, dat doe ik ook niet. En daar is zo een discussie van. Oh, Jarre! Ik, ik heb mijn gezin niet op stil gezet. Oeps. Ongelofelijk. U stuurt mij hier live berichten. Ah, mijn. Uh, klaschat. <laughs> klaschat. Ik zit oh. op de hoge school, maar We hebben klassen. Oké. Okay. We zijn niet zoals de Unif, dat wij stom zijn. Maar ja, daar <laughs> is ook zo'n. Uh, een soort van discussie van: is dat verkeerd om dan iets te zeggen zoals. Jongens of guys of boys of whatever. Maar ik denk niet. Ik vind dat minder een probleem. Ja. Yeah. Dus jongens. Kun je zeggen, over is verzamelnaam voor een groep mensen bestaande uit wie dan ook. So。Ja, you know, dat is eigenlijk gewoon ja, dus het Franse principe van meervoud van groepen. Dat dat dan vanaf één man meteen een mannelijke is. Dat is belachelijk ergens op andere manieren. Maar het is niet echt seksistisch. Dat is niet belachelijk omdat het seksistisch is. Dat is gewoon belachelijk omdat het Frans is. Ja. Frans. Maar het is niet echt seksistisch of zo. Om zo jongens als verzamelnaam te zeggen. dat weet ik, maar dat is goed. Dat is juist goed. Ja, dat is eigenlijk wel... Dat is wel... Eigenlijk exact het concept van onze podcast. Ja. Is gewoon dat wij te veel nadenken over dingen en ook gewoon afdwalen. Ineens, echt, hè? we hebben het over het hiernaam als een de dood en we beginnen ineens over Frans ook ineens. <laughs> Dan zijn we over bezig. Fuck Frans. <laughs> wow, doe rustig. Maar, uh... Ik zit nu iemand met hoofd met het liedje uh, Frans-Duits van Frans-Duits en uh, Dingen. Die uit die, die, die andere. Zo'n dude. Dezelfde ook van. Uh, ik, ik heb die ton gepakt. Ik, ben even ik zijn heb die ton gepakt. Maar de, dat is echt zo'n liedje zo. Ik spreek een beetje Frans, Duits, Frans, Duits. Ik spreek een beetje en okay. nou, Frans en Frans. Fruits. Ja. fruits. Ik spreek een ja. beetje Fruits. Mijn favoriete taal. Nee, nee. Aardbei. Jui? Ja. Ja. Maar... Um, en dan Banan. tomaat. Delta. Nee, hij is de... Tomaat is zo dialect. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, de dood. Ja, de dood. Back on track, uh, het ja, wat ik wou zeggen. Uh, is iets dat ik ook wel vind dat zoiets is dat ik kan zeggen. Sorry. Nee, dat was ook een mooie zin. Nee. Is um, het hele ding van zo religies en, en geloof. Oeh, nu wordt het. Oh. Is eigenlijk uh, iets. Het gaat om iets dat je nog niet kunt weten, of niet kunt bewijzen. En de dood is een van die dingen die je niet kunt bewijzen. Er is geen uh, objectieve manier om te ja. weten wat dat de dood is. Ja. De enige wezen die weten hoe dat de dood is. En dat wil ik, ik nog zeggen. En die kunnen er niet meer na vertellen. Dat wil ik nog zeggen. En ook even, en die weten ook niet hoe het is om dood te zijn, want er is niks meer. Dus die weten niks ook. Maar dat kun jij niet weten, of dat er niks Dat's... is. Wel <laughs> waar. <laughs> dus je kunt niet weten of dat hij dat weten. Dat. <laughs> maar dat is, is, um, is zo'n beetje het ding van polytheïsme naar monotheïsme, is dat langer geleden waren er nog veel meer dingen waarvan dat wij niet zeker dus voor wisten. Voor Mensen die uh, niet moeilijke woorden begrijpen. Leonard is weer tien, maar hij gebruik moeilijke woorden. Polytheïsme is dus het geloven in meerdere goden. Uh, monotheïsme is, is het god. geloven in één god. De meeste huidige religies, zijn christendom, het christendom, uh, de islam, yeah. zijn monotheïstische De... Hoe uh, heet dat? Er is nog een ander woord voor. Er is nog een ander woord voor de jodendom... Christendom en Islam zo op basis van Abraham. Nee, Nee, dat heeft er iets te maken met Abraham, omdat Ja, maar er heeft er ook zo'n naam. Jodoen en Christendom en Islam zijn. Ze hebben er is dezelfde basis. Ja, maar heeft ook zo'n naam Het iets. en Boeddhisme hebben niet dezelfde basis als inderdaad Ja. De Islam. Maar die hebben dan wel een connectie met elkaar weer. Maar. Dat zijn wel. Polytheïstische. Uh, yeah. boeddhisme ja yeah, yeah. en... of het boeddhisme is zelfs geen religie eigenlijk niet zeg. ja er is iets mee maar ik, ik ben daar niet in verliefd ja, ofzo ik niet, een van die dingen daar is inderdaad niet een religie maar een levensbeschouwing omdat die niet geloven in een god volgens mij of zoiets dat is zoiets die gewoon een leven ja oké okay, ik weet niet iemand verbetert mij ofzo I don't know. maar uh, de reden dat er vroeger veel meer uh, Polytheistische geloven waren, zoals dus uh, de, de Grieken, de Romeinen en de Egyptenaren, die geloofden allemaal in meerdere goden, was omdat er toen nog gewoon veel meer dingen waren die mensen niet konden be bewijzen of niet konden uitleggen. Ja, het, ja, ja er was iets wat ze dat dat niet het konden Het weer en zo en dat soort dingen. En dan de zon, de maan. Er is een god die dat doet. Ja, uh, dat, is, dat is de zonnegod Ra bijvoorbeeld. Hè? Ja. Wij houden van feesten, dat zal wel een god zijn. <laughs> Ja. Dingen. Uh, wat is de god van de feest? Ook dan de druiv en de wijn, Hoe weet heet die? Uh... Oh, oh. Uh, uh, Dionysus. Dionysus, ja. Maar dan, doorheen de tijd met de wetenschap zijn we veel meer dingen te weten kunnen komen, maar dan een paar dingen die we nog niet helemaal zeker weten, daar geloven mensen nog steeds in god voor. Zoals dus bijvoorbeeld... De dood. De dood, het of allemaal, het ja. ontstaan van, van het universum. Het ontstaan van het universum. Ik vind, dat is ook altijd een heel interessante, maar... Allee, ik kan nu even iets zeggen waardoor door ik commentaar zou kunnen krijgen en waarom ik daarom ik in het begin heb gezegd van we hebben respect voor alle religies en voor iedereen die gelooft um, het probleem met vaak allee, het, het ding is je kunt zeggen van de, van de big bang waar ik wel in geloof allee, in geloof ja dat, ik vind dat er is gewoon voor mij genoeg wetenschappelijk bewijs voor dat de big bang is gebeurd uh, ja. maar veel mensen stellen zich daar ook in vraag van ja van waar komt dat aan Huh? Ja. En dan zeggen mensen, ah, dus moet, er moet een, een groter wezen, een leven, God zijn ja. die dat heeft gedaan. Dan. Maar waar komt maar, God dan vandaan? Waar komt die dan vandaan? Allee, en dan is zeggen de mensen. Dat is een vraag die ik mij altijd afvraag. Van, sorry, maar zeggen dat, dat. Dat is gewoon een tussenstap. Dat is inderdaad een tussenstap. Dan extra, waar je je van afvraagt, waar komt dat dan vandaan? En dat, allee. Yeah. Dus zo, ja. Want... Zeggen dat dan mijn idee is dat ik de Big Bang geloof vreemd is, vind ik dan een beetje vreemd. Want... Ja. Het is, so, even, het, is even... het is even vreemd. Hè? Het komt yeah. van niks. Het komt, ineens is er iets. Dat, is, yeah. allee, dat geef ik toe. Hè? Ik geloof in de Big Bang, maar dat is even vreemd als je gelo mm -hmm. gelooft. Eigenlijk is dat even vreemd als je zegt: Ik geloof in een God. Yeah. Want, maar dat is ook zoiets. Eigenlijk is dat hetzelfde net als dat wij niet kunnen vatten. Dat, dat is hetzelfde. Hè? Want yeah. Er was ooit niks, maar wij kunnen dat niet vatten. Yeah. Wij snappen niet wat dat is: niks. En, maar het is, het is ook gewoon onlogisch dat, dat dus. er dan wel iets is. <laughs> Zet je? Ik, ik, ik heb dit al eens. Ik heb heel vaak. dit is, dat is een slechte podcast om, voor mij op dit vlak. Ik heb heel vaak existentiële crisis over dit, over dit onderwerp eigenlijk. Omdat als je er puur objectief en wetenschappelijk naar kijkt, is het onmogelijk dat wij bestaan. Ja. Yep. Het is letterlijk onmogelijk dat wij bestaan. Ja, maar ook iets. Uh... Want wetenschappelijk gezien kun je niet iets uit niks maken. Maar toch zijn wij hier. Ik dus snapte yeah. dat dat... Dat gaat niet, eigenlijk. Maar ik heb volgens mij al een keer of zo... Met iemand gesproken die zo heel heel christelijk was. En nadat ik daaraan vroeg... Van, um, maar, hoe maar hoe is God dan ontstaan? was daarop het antwoord van... Was God, God was er altijd al. Ja, ja. Ja. Maar... maar... dat verklaart nu altijd niks. Ja. <laughs> dus, 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 ja. Dus... En ook... Hoe... Als, als God er al... ...altijd al is. Hoe... ...hoe... ...sorry. Hoe... Hoe let the dogs out? Ja, maar... <laughs> <Sorry>. <laughs> maar... Als God er altijd al is... Hoe, ...hoezo heeft hij dan maar... ...een bepaald aantal jaren geleden... ...besloten van... weten, je we, Saai, ik wil eens iets maken. snapt je? Hij die Waarom is hij niet eerder begonnen? Hij was, hij was zijn computerspelletjes. Hij heeft duidelijk als, als er voor het ontstaan, als er, als er voor het ontstaan van het universum alleen de hele tijd alleen maar God was, oneindig lang. wat, wat heeft die man de hele tijd gedaan. <laughs> Ik bedoel, hè, hoe heeft hij zich? Of om hem dan nog eens terug te verwijzen naar, naar uh, tv-series en films, is dat zoals in uh, in Loki dat een soort van een loop, loop is eigenlijk. Maar ja. dat is eigenlijk ook onmogelijk, want dan wanneer start die loop? Die start nooit. Die start wanneer ook Die start wanneer het universum terug. Maar een loop start of stopt nooit, hè? Dat is een loop. Ja, maar het komt wel terug op hetzelfde punt. Ja, maar er is geen begin. Ja, er is geen begin en geen einde, geen maar er is wel een punt waarop het altijd Fucking terugkomt. Vaag, man. En dat is dan okay. het ontstaan en het verdwijnen van het universum, zeg maar, als het dan en dan. En dan begint alles terug opnieuw en dan. Maar de vraag is ook: als alles terug opnieuw begint, is dat dan exact het, op exact dezelfde manier of op een andere manier? Hoe werkt dat? De multiverse. Nee, dat is, niet een, dat is niet hetzelfde. Dat is niet wat ik bedoel nu. Ik ben een aanhanger van de multiverse theorie. Echt? Ja. Ik geloof het. Nee, ik niet. Zijn, maar, er zijn... Ik vind het. Oké. Ik. ik, er... okay. ik... Ik, of dat er echt niks. Ik weet niet, ik, ik kan nu niet zeggen dat ik echt geloof in dat er echt parallelle universa zijn eh, of andere ja, dimensies of ja hoe dat je het ook wilt, wilt, wilt benoemen. Maar ik geloof bijvoorbeeld wel. Alleen, maar ja, natuurlijk natuurlijk geloof je er in, in zo'n beetje de 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 de. Ja, de. Uw ja, keuzes de butterfly kunnen. Butterfly effect. De. Ik weet. De heel niet, veel mogelijk is. Ja. Maar dat is waar, dat, en dat is er, gewoon dat waar. Dat je ergens, ergens wel die beslissing maakt. So I don't know. Nu, eigenlijk geen idee wat ik wil zeggen met but dit punt. Is, that, that, laat, laat mijn punt zitten. Ik weet niet wat ik kan zeggen maar eigenlijk. Maar het butterfly effect is wel waar. Maar hetgene waar ik een probleem is mee is heb. Is het butterfly effect waar? Of staat het eigenlijk al vast waar we allemaal? Ja, maar, ja, dat is wat ik wil zeggen nu net. Het is waar dat iets dat je doet een grote impact kan hebben. Maar misschien had je dat sowieso gedaan. Bijvoorbeeld als je denkt als je voor een beslissing staat, misschien had je nooit die andere keuze. Kunnen maken door de redenen. Al, u, al uw vorige leven en alles hier hiervoor gebeurd is, heeft er toch toegeleid dat je die ene beslissing maakt. Ja. Dus hoe zou het dan kunnen dat je dan toch die andere beslissing neemt? Als alles afhangt van wat, wat jij beslist en uw beslissingen hangen toch af van hoe, wie jij bent als persoon en dat zit in uw genen. Dus eigenlijk is, is alles niet al. Want het, eh, iedereen maakt beslissingen en het andere ding zijn gewoon zo. Uh, natuurfenomenen en zo, dat is het andere ding. Maar die zijn toch ook, dat kan toch ook niet ineens iets anders zijn geweest. Dat is toch ook, die zijn toch ook voorspelbaar natuurfenomenen. Je had toch niet ineens een orkaan naar links in plaats van naar rechts. Snap je wat ik bedoel? Ik heb een existentiële crisis. Yeah. We zijn er gekomen. <laughs> let's go, high five. Oh, let's go, let's go. Oh, oh my, dog, was echt oh, my high God, high five. man. Je daar een geluid. <laughs> Um, ja. ja. Maar ik denk ook. Ik kan wel op dit moment zeggen dat de aflevering niet gewoon het hiernamaals gaat heten, maar ook het hiernamaals en het ontstaan van alles. Zo, so, ik okay. weet het niet. Het gaat niet alleen over het hiernamaals. Het hiernamaals en het hiervoormaals. Ja, hey. ja, ja, eigenlijk is dat wel. Oh my god, dat is een goeie. <laughs> dat is echt, dat, dat wordt de titel van deze aflevering: yes. het hiernamaals en het hiervoormaals. Let's go. Ja, want dat, dat vind ik een goeie. Want dat is inderdaad wel waar het is. Mm -hmm. alleen daar hebben we het wel over inderdaad. Ja. Ik denk ook terug over uh, religie. Ik denk dat het slecht is om, om zo commentaar op mensen te hebben puur omdat die iets geloven. Want dus inderdaad, in dit soort situaties, zoals met de dood, niemand kan het echt zeker weten. Um, dus je het zou niet. Het wat ik zeker weet. Is dat ik niks zeker weet? Ja. <laughs> Wat is dat? Dat is, eigenlijk, dat is, dat is de... ook een interessant ding is, om over na te denken. Dat is, dat is een filosoof, hè? Wie, is dat? wie zegt geen dat? Geen idee. Maar dat is dat ook. Kant? Nee, dat is niet Kant. <laughs> ik weet niet. Maar dat wil ik ook zeggen. Dat is ja, ook de een... kaart? Nee, de kaart is Chopin's Donkerswie zeker. Is dat de kaart? Ja. Geen dat idee. Is de kaart. Oh my. Wat ging ik zeggen? Ah ja, daar is ook iets interessants om over na te denken. Kun je überhaupt wel weten of dat alles wel waar is? Dat je iets zeker weten. Voor, letterlijk, nee. voor alles dat je doet, vertrouw je op je zintuigen. Je vertrouwt dat je zintuigen u altijd de waar waarheid vertellen. Mm. Maar je weet dat je zintuigen u kunnen bedriegen. Ik vind Zoals dan... met bijvoorbeeld optische uh, illusies. Ja, en koldaars, dat is iets waar ik heel vaak over nadenk. En ook eigenlijk denk dat dat zo is. Wij zien kleuren niet hetzelfde. Ja, dat kan. Jouw blauw kan eruit zien als mijn groen. Maar we gaan dat nooit weten mm -hmm. omdat wij allebei zeggen dat is groen. Ja, ja. Ook al zit het er voor mij uit is blauw, dat maakt niet uit, want we noemen het allebei wel groen. Ofzo. Snap je ja. wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik geloof er echt in dat wij niet dezelfde kleuren zien. En daarom. Ja, maar daarom, Dat kan, maar, maar waarom, waarom zou dat zo zijn? Mooier vinden dan anderen. Da maar waarom zou Om dat, omdat dat zo zijn? In principe, kleuren, Mo dat is. Dat is is er niet, allez, ik ben heel slecht in biologie en zo, maar is dat niet weet, eigenlijk... Ik weet kleuren. Is dat niet gewoon... Is dat eigenlijk niet, ja, dat is met die kegeltjes en zo. Yeah. I know, ik ken de kegeltjes. En met dat reflecteren van... En, maar en die nemen is, de kleur op. Oké, okay, maar je neemt dat op en zo, maar uiteindelijk is het ook wel ergens je hersenen die die kleuren interpreteren. Toch? Of ben ik verkeerd? Ja, je brengt een beeld in Dus u. die interpretatie hoeft niet altijd voor hetzelfde te zijn. Toch? En ook... Dus wat, wat ik het over had, uw zicht kan u bedriegen, want ook wat je ziet in uw hoofd waar uw hersenen u tonen nadat jij kijkt is niet echt exact wat er gebeurt. Dat kan niet. Wij kunnen niet zien wat er echt voor ons gebeurt. Het beeld dat wij zien wordt verkleind. Is dat niet ook dat we eigenlijk omgekeerd kijken? Ja, we kijken ja, omdat eh uh, oh, ja, 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 ja. En dat maar wordt dat dan omgedraaid in onze hersenen. We interpreteren om omgekeerd. Ja. Daarom dat als je lang genoeg onder de boven hangt dat je uiteindelijk terugricht. Is dat zo dat Ja, ja, ja volgens mij maar wel echt heel lang. Zo niet een uur of zo. Echt wel gewoon Like, volledig vier... ik, dat is gewoon niet goed voor u. Mensen doen dat niet, omdat dat al uw bloed naar uw hersenen en, stuurt, ook, maar... en ook wij als mensen hebben maar een klein deel van het, uh, het, het spectrum. Het Kleurenspectrum. Ja. Ja, ja. Wij zien geen. Violet... Infrarood en ultraviolet. Ja, ja. ja. Ultraviolet, violet zien we. <laughs> ja. Da daar wil ik het ook over hebben. O ook even compleet wil eh, ik. Waar gaat het over? Maar... Geen idee, maar <laughs> dat is een idee van de podcast. De, de kleuren van de regenmoog. hè. Rood, oranje, geel, groen. Uh, blauw, Digo. indigo, violet. Oh, blauw. Ja, blauw was ik vergeten. <laughs> indigo en violet. Slaat nergens op. Wie heeft dat, wie heeft dat beslist? Moet dat had gewoon paars moeten zijn. Ik denk echt. Dat klinkt cool. <laughs> ik denk echt oprecht. Rood, oranje. Geel. En volgens ja, mij klink, heb blauw, ik daar ook. Paars. Zie je, dat klinkt? Ma <laughs> het gaat om de klank. <laughs> ja, maar dat weet ik. Maar <laughs> ik denk echt oprecht. En volgens mij heb ik daar al eens iets van gezien. Dat die gewoon paars in twee hebben gesplitst. Puur zodat dat het getal zeven zou maken. Nee, maar ik denk echt dat dat een ding is: dat die de kleuren van de regenboog gewoon paars in twee hebben verdeeld. Om, om, dan, die, om dan dat te krijgen. Want anders was dat 6. Ja. Als je dat dan keer 3 doet. Ja, nee, maar nee, maar dat is, echt, dat is volgens mij Allee, echt. Nee, niet keer drie, want dan is het tegen. Ik heb dat al lang gedacht. Zes keer drie is niet Wacht, wat? Wacht, wat? <laughs> anders is dat gewoon. <laughs> bro. Je snapt wat ik bedoel. <laughs> Hoe, hoeveel is 3 keer 6 zes, Janin? Nee? Dank <laughs> <you>. Het <laughs> is lang geleden dat ik moet de hoofd rekenen. oké? Okay? <laughs> Jezus. Oké, <Okay, ja. laughs> uh, Maar dus, ja, de, er is geen reden dat dat in tweeën opgedeeld is. Want de kleuren, niet nie de kleuren van het licht, van hoe dat wij licht zien, want dat is met rood, groen, blauw. Maar de kleuren van zo'n kleuren mengen met verf bijvoorbeeld, dat is zodat je alle kleuren kunt maken met rood, geel en blauw. Huh? En als je gewoon die simpele combinaties doet... Alle kleuren, verf, mix... Ja, maar, bruin. ja, dat weet ik. Maar als je gewoon die simpele combinaties doet... Rood, geel, oranje. Geel, blauw, groen. Blauw, rood, paars. Geen indigo en violet. Dat is meer rood en meer blauw. Waarom zou je dat nog verder indelen? Snap je? Ik denk dat de illuminatie erachter zit. <laughs> die <laughs> hebben denk... ook de piramides gebouwd. En ja, de piramides, dat was eigenlijk... Die wilden een huis maken. Maar iemand had de plannen omgevouwen... Waardoor het onderkant niet op het plan stond. Heb hebben die alleen die top gebouwd. <laughs> Dat is zo'n meme, niets heb ik gezien. Oké. Okay. Heel belachelijk. Of dat zit nog onder het zand. Hè? Mensen oh. dachten gewoon, het is alleen die grote driehoek, maar er zit gewoon nog een, uh, oh my god. een voorgevel onder. Oh my god. <laughs> Oké, <Okay>, de dood. <laughs> de dood, inderdaad. <laughs> um. heb, heb jij jouw visie op, op wat er na de dood is gegeven? Ik heb gezegd, ja, er is niks. Dat is echt zo. hé, er is niks. Ik vind het heel moeilijk om te beseffen en ik. ik ik ben daarom ook wel allee, niet zo'n fan van zelf ooit dood te moeten gaan, omdat ik wel een beetje allee, bang ben van niks te voelen of te denken. Of te, allee, niks is vreemd, niks is eng of zo, snap je? Ja. Uh, maar hoe, hoe zie jij het? Wat, wat, jij krijgt een hartaanval, wat gebeurt er? <laughs> uh, de geur van toast, is dat niet zo'n ding? Dat is blijkbaar totaal niet waar. Oh, hè? Huh? Dat is mythe, Ja. Ik heb zoiets QI, uh, dat programma, quite Interest, interesting. Waar hij zo heel dat zo van die hele ja, obvious vragen stellen, maar dat dan blijkt dat het obvious antwoord niet het juiste antwoord is. En dat hij dan zo keihard shamed daarvoor. Zelfs welk land heeft het meeste piramides? Ja, niet Egypte. Sudan. Maar Sudan. ja. Nee, maar dus inderdaad, dat was ook een vraag bij QI. En dat was... Uh, ja, uh, wat is er aan de hand als je aangebrand toast ruikt? En iemand zei dus, ah, dan heb je misschien een hartaanval. En toen was dat zo, piep, piep, nee, fout. Dan is er waarschijnlijk ergens aangebrande toast in de buurt, was het juiste antwoord. Dat is wel <laughs> waar, ja. <laughs> of allebei tegelijkertijd, dat kan ook altijd. Ja, dat kan, dat maar kan. dat heeft niet te maken met dan dat je dan die hartaanvouw kreeg. Dat was net toast aan het maken toen ik die hartaanvouw kreeg, oké. Okay. Je net door dat je toast aan het maken Dat Dan springt er zo uit, waaah! Oh. <laughs> ja. okay. ja. En... Uh... Ja ik, denk, ja, ik denk eigenlijk. Nee, <laughs> ik denk eigenlijk ook dat er niks is. Maar ik kan mij zoals eender welke normale persoon dat ook niet inbeelden. Want het ding is ook, als je het je wel kunt inbeelden, dan is, het, is het niet niks. Want dan is het iets, want dan is het iets dat je je inbeeldt, en dan is het niet niks. Als oh, je niks, als je kunt weten wat niks is, is het niet meer niks. Want dan is het iets dat je weet. Snap je? Ja, ik snap het. het, is, ik, het ja. Ja. Dus ja. niks kan niet begrepen worden. Eigenlijk. Oh, zo onbegrepen. Hij voelt zich zo onbegrepen. Ik zou er bijna een uh, song over kunnen schrijven, waar je je niet begrepen voelt. Hele. De Starlings hadden moeten winnen voor de Eurosong. Het <laughs> nee, heeft er niets meer mee te maken, maar... Nee man, Hunter Falls had moeten winnen. Fucking Hunter Falls, man. Echt, die... die... Maar... Nee, nee, dan liever nog Shirin of, of, of uh, Gaga <coughs> was het het was Of Cherry of Gala of the Starlings maar nee Gustav! Ik vond, Gustav. Shireen, <laughs> vond of Hunter Falls ja ik okay. Hunter Falls Hunter Falls is echt niet zo goed het is echt de meest basic song ever. ja en dan mag... mag ook eens, hè dat al, niet alles hoeft een betekenis te maar hebben er zijn hè. er zoveel basic shit sorry Hoover Fonnic was ook basic Ey, Hunter ik vind Falls vind zelf niet basic maar die zijn basicer dan de meeste Hunter dingen. Falls is alles behalve basic ja <laughs> Hoeveel vond ik echt de, 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 de normaalste Limburger ever? Hoeveel vond ik, ja. Maar die Elliot maar Schalje, echt zo. Oh, dat is echt ik, een eikel. Nou, we echt... hebben het niet over Eurovision. Maar ik was echt... Er komt een Eurovision podcast special. Maar ik, als we zo ver geraken. Als de podcast nog bestaat <laughs> tegen dan. Maar... Ja, maar ik, wa ik, ik, dat doe ik, me denken. ik was toen echt gewoon blij toen hij maar zo weinig punten kreeg. Want ik vond dat grappig. Ja, ik ook. Er hoever... was zo een voorprogramma met zo. Hoeveel vond ik en zo. Voor de, Euro de Eurovision, of begon. Had die zo interviews daarmee. En zo. En die Pff, was my, zo... en België is En Alex Callé was echt aan het zeggen van zo... Ja, we oh, gaan winnen. Zo goed. Eerst, uh, echt. Dus ja, dat was wel grappig dan. Ja, fuck Alex Kalier. Ja. Alex Kalier, als je luistert... Sorry. Fuck you. Nee, oh. niet sorry. Fuck you. <laughs> maar wel sorry voor... Nee, niet sorry. Fuck you. Wel sorry voor Gustav. We hebben geen... Uh, no offense, hè. Echt, hè. Jij doet het zo gemeen. Nee, nee, nee. Ik heb niks tegen Gustav. Peter en ook ik, niks tegen hun Falls. Ik heb iets tegen hij gekozen is, maar. en ook tegen, tegen Het is de jury zijn schuld, hè? tegen hem als persoon. Hij is de ik, jury zijn schuld. Ik denk zijn schuld dat hij een hele fijne, toffe mens is. is. En, ik, en ik gun het hem ergens wel, want ik vond het heel mooi om te zien hoe blij hij was dat hij gewonnen had. maar het is de jury. Maar hij het zelf ook heel onverwacht vond. oh ja, heeft niet had gedacht. hij ging winnen. <laughs> ja, dat, dat is de verduidelijking. je moet niet boos zijn op de artiesten. nee, ik ben boos op de jury. ja. Yeah. Maar goed, uh, de dood. Goed, de ja, dood. Terug naar, de, terug naar... Van Eurovision, leuk Jee, yeah, gaan we naar de dood terug? <laughs> so. Nee, dat komt er wel, hè. Dat komt na Maar wat ik wou zeggen nog, uh, is, het is niet fijn om commentaar te hebben op een uh, religie, gewoon puur omdat die geloven in een god. Maar waar dat je wel commentaar op kunt hebben, op vlak van religie, is bijvoorbeeld als die zo bepaalde... Wat is het woord? Dingen, gewoon bepaalde dingen doen die zo ik, daaraan het, het, gel het, gelinkt zijn. Uh, het, het, ik denk wat heel jammer, wat jammer, Zoals genoeg, wat jammer genoeg vaak gebeurt, is dat ja, geloof soms een beetje door bepaalde groepen, zeker niet door iedereen, um, een beetje misbruikt wordt om inderdaad bepaalde gewoon niet oké dingen te doen. Dat is een understatement, niet oké dingen te doen in naam van een god. Ik ben ja. tegen, tegen homoseksualiteit, ja. tegen alles wat, wat, wat? Ja, niet heteroseks... <laughs> is wow, wow, wow wat? <laughs> ik ben, ja, wat? Ik ben volledig pro-homoseksualiteit. <laughs> wow, wow, wow. ik, ja, ik ben trouw... Wow. <laughs> we <laughs> zouden een probleem aan het werken met deze uitspraken. <laughs> Echt? Gewoon even, niet omdat het dan lijkt of dat ik vind dat dat slecht gezien wordt, maar ik ben... Um, ik val op... Ik val op vrouwen. <laughs> Waarom moet je daarover nadenken? <laughs> ik val op vrouwen. Vruh. Maar het ding is omdat ik. Ik val op vrouwen, maar ik zie mezelf ook nog wel vallen op non-binaire personen. En, dan... en eigenlijk is dat dan niet heteroseksueel of zo. Volgens Je bent echt dan biseksueel de, de, ja, of hoe eigenlijk werkt wel. De? De, echt, ja. Maar dat is een andere discussie. Dat is geen, dat is geen discussie. Pro, eh, let's go. Maar is, we, gaan, nee, we gaan het hier niet, niet over hebben. Ja, dat jij is, begon erover. Gender, seksualiteit een andere podcast. Jij begon gewoon erover. Ja, sorry. Maar ik wilde ik wil dus gewoon zeggen: dat dan wordt. Word, nou, God wordt gebruikt, gebruikt om ja. tegen. Ja, letterlijk mensen tegen te mensen zijn. te zijn. Mm -hmm. En dat is gewoon niet oké. Okay. Ook gewoon omdat. Het vooral dan wordt gebruikt als het binnen hun eigen kar past. Wat snap je? Want het is ook. De Bijbel zegt. Allee, of, of die God zegt. Allee, de... Er zijn zoveel andere dingen in de Bijbel die ze dan niet doen. Maar gewoon omdat die zelf zo tegen homo's hebben gebruikt. Die dat dan. Allee, het is zo, snap je? Yeah. Maar goed, laten we da de van, de pers, kort, dat. De Bijbel wordt ook als. Dat korte stuk even afsluiten. De Bijbel wordt ook als excuus gebruikt voor Flat Earth. De Bijbel wordt ook als excuus gebruikt voor Flat Earth. Omdat toen in. Zo. Met het idee was van dat je zo de. Zo de koepel eromheen met zo de lucht. En dat, en dat vogels zo vissen van de lucht zijn eigenlijk. Dat er water boven de lucht. Dat hebben wij eens gezien bij fuck godsdienst. Dat yeah, yeah. <laughs> hebben we eens gezien bij godsdienst dat dat zo een idee was toen in de tijd. En dat daarom Flat Earth ook vaak zo met uh, christendom verbonden wordt. Maar. Um, Het is gewoon dat christendom ontstaan is in een periode dat mensen yeah. dacht dachten dat de aarde yeah. <laughs> plat was. Ja. Yeah. Uh, wat wil ik zeggen? Ja, we kunnen... Ook, Bent het helemaal uh, kwijt nu kunnen, door u hè. Ja, we kunnen nu ook gewoon... We hebben aan elkaar, elkaar gedeeld hoe dat wij het zien, hoe dat het, het hier allemaal zou werken. We kunnen ook nu de, de hypothetische route op. Maar ik, maar ik wou nog iets nee, zeggen nou, over hij het, wil het Christen nog iets zeggen, christendom, maar ik ben het even, even, even helemaal kwijt. Maar eigenlijk probeer ik zo weinig mogelijk over religies te zeggen. Ja, ja, ja oké, okay, maar ik... Er was iets Want ondanks onze disclaimer, ook. gaan we nog altijd uitgescholden worden door mensen. <laughs> dat is een beetje het probleem. Dat is... Maar love thy neighbor, mensen. Ja, love thy neighbor. Even wachten. Homofobie. Maar Homofobie. Wacht. Euh, ja, Out of context die uh, uh, zegt. jij even iets terwijl ik nadenk? Nee, ik wilde dus zeggen: we kunnen nu ook de, de hypothetische route op. En een beetje van: oké, okay, uh, wat als er wel een hemel en een hel is, zijn dan? Ja. Nee, meer het Nederlandse taal, moeilijk. Um, hoe zou dat dan werken? Ja. En ik vind het dan altijd leuk uh, om een bepaalde serie aan te raden. Ik <laughs> weet ja, exact weet welke serie ik bedoel: mm -hmm. uh, The Good Place. Ik vind dat oprecht qua, qua allez, uh, series die heel duidelijk geïnspireerd zijn op, 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 allez, met filosofie en met alles wat daarmee te maken heeft, echt, echt zo'n top serie. Als jij je graag nadenkt over inderdaad, het leven en de dood en drie hemel en hel, kijk de Good Place. En daarnaast is het ook gewoon heel leuk en grappig. Ah ja, het, ook ook gewoon gewoon grappig. het is ook gewoon super ja. grappig daarnaast, maar als echt, echt ook op, op het vlak van nadenken. Het zet u echt aan het denken, die serie. Maar het het concept van de good place. van. Oh, eigenlijk is dat spoilers, man. Ja, nee, we kunnen gewoon zeggen. hoe uh, werkt de good en de uh, uh, bad place. is mijn uh, puntensysteem. Huh? Ah ja, maar dat is, niet uh, waar, dat is niet waar ik naar ga. Ging. Oh, ik bedoel zo het hele ding van Michael. van de. Hè, met de torture tussen. Huh? Het hele ding van dat de good place de bad place is. Oh my god, spoilers. Ja, yeah, da daar <laughs> zei ik dan net. <laughs> Uh, kijk de Good Place, maakt niet uit of ja. je nu gespoeld bent of niet, blijf Kijk dan de nu voor en verder luisteren. Ja, stop, nee stop niet de podcast, <laughs> ja. luister verder, kijk dan de Good Place. Echt hè, we moeten uh, audience retention hebben. Ja ja, die viewership moeten we behouden. Maar, um, je moet wat dichterbij schuiven, je bent van de verschoven oh. en nu, ja. Okay. Hallo iedereen, ik ben weer dichter bij jullie. Ja. Um, uh, nee, wat ging ik zeggen? kijk nu helemaal kwijt. Het puntensysteem. Ah ja in de good place werkt het zo dat je inderdaad dus in de ja, in hemel of de hel, dat heet niet de hemel of de hel, heet de good place of de bad place, belandt uh, door een, ja, punt aantal, een punt aantal wat je eigenlijk verdiend hebt doorheen je leven. Met slechte dingen ja, verliest je punten, met goede dingen doen, oh, krijg je punten. En uh, ik vind dat wel een heel interessant model of zo. Want ja. like, inderdaad, hoe bepaalt je of dat iemand goed of goed is? En ook het een, ook een ding daarbij was, je krijgt alleen punten als het oprecht is. Dus niet als je dat doet om. Bijvoorbeeld in, in de hemel te geraken. Dat was toen ook in een aflevering het probleem. Ja, nee. Ja, ja. Maar nee, ik denk dat het... ja Ja. Ja, als je ja. oprecht een goede daad doet en niet gewoon van. Haha, Jezus, kijk naar mij. Ik, ja, ik vind dat ook wel interessant omdat. Sorry, ik zal los in de hemel belanden dan. Maar ja, ik geloof daar niet in, maar ik probeer wel goed te zijn. Dus. Ja, dat, is ook zo <laughs> dat, is, dat vind ik ook zo'n grappig idee van dat zo juist als de hemel wel bestaat dat dan zo echt heel religieuze mensen er juist niet in komen omdat die dat puur omdat sommigen daarvan het dat eigen puur belang. doen voor uit ja. het eigen belang maar dat is volgens mij iets dat wij eens bij godsdienst hebben gezien Zoiets dat jezus heeft gezegd is of zo ik, ik weet niet meer wat het exact was Love maar het was nee maar het, ik mm. weet niet wat het exact was maar het was iets iets met um, dat je niet goed moet zijn om in de hemel te komen maar juist goed moet zijn om een hemel op aarde te creëren ja Leuk, leuke uitspraak, maar dat werkt niet echt. <laughs> <laughs> ja. No Vince nogmaals. Heel respect voor religies, maar... We moeten de aarde beter maken en niet gewoon hopen dat we naar een, een leven van oneindig Het ding is, veel, zeker Amerikaanse conservatieve christelijken wil dat niet toegeven, maar Jezus was een zieke communist. <laughs> Brood he. voor iedereen. Maar ja, letterlijk. Brood en vis voor iedereen. Hij was zo'n communist. Brood en vis voor iedereen. Maar uh, ik weet nu terug wat ik wou zeggen, trouwens. Mag ik dat nu zeggen? Het is onze podcast. <laughs> ik ben niet jouw baas of zo. Jawel, jawel. Ik, ik, krijg de, ik krijg de helft van de, van de inkomsten. Kijk, Lennart krijgt inderdaad de helft van de inkomsten. 0 Nol. euro op dit Nol. moment. 50-50. <laughs> dat... <laughs> um... ja, ik moet u van vorige podcast nog geven. Wacht hier. Voor de mensen die alleen luisteren, ik geef Lennart niks op het moment. <laughs> Hij heeft het opgegeten. <laughs> Ik hou van de smaak van munten. Oké. Okay, um... Je hebt van de smaak van niks. <laughs> lucht. Ah. Mm -mm. Maar uh, ja, ik word betaald in lucht, is ook altijd fijn. Dat heb je nodig om te overleven, dus. Uh... Ja. Leefloon. Nee wacht. Dat is niet wat dat betekent, zeker, leefloon. Of wel? Dat dat lucht is. Nee. <laughs> <laughs> maar dat je ervan leeft. Of ja, nee, jawel. 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 Nee, ja, dat is genoeg om van te zouden moeten kunnen leven. Maar eigenlijk is dat veel te wel. Leven. Ja, maar ik zou. Maar dat is echt een totaal. Dat is voor de podcast over geld. Maar ik zou er dat niet. Dat staat ook op ons lijstje van mogelijke podcast onderwerpen? Geld. Nee, ik zou er niet van kunnen leven van alleen lucht. Ik heb nog eten en drinken nodig. En dat geeft je mij niet, hè? Oh, jawel, jawel. Eigenlijk ja, wel. Er, We er hebben er net pizza gegeten. pizza ja. volledig van scratch gemaakt. Echt Voor, voor de heel het gezin. Heel maar het met... gezin. Al, alle gezinsleden. We zijn met 10.000. <laughs> ja. Of met 4 in totaal, met mij inclusief. <laughs> Al die niveau's erbij, nee. Um, nee. Er waren geen dat, niveau's. Dat, dat, okay, nu beginnen we heel vreemde kant op te gaan waarin Lennart al probeert te spreken. Faka. Maar oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, Zo'n vage podcast. Dit is echt... Uh, yeah, But that's uh, why people love it. <laughs> religies. Nu ben ik het terug kwijt, hè. Maar... <laughs> de, die, ja, dus naast het hele ding van... Ah ja, ik weet het terug helemaal, mensen. Applaus voor mij. Ik denk dat ook een groot probleem is, is eigenlijk een beetje het forceren van uw kinderen om daar ook in te geloven. In aanhalingstekens, want je er hier wel echt in als het u gewoon wordt gezegd. Snap je? Uw kinderen... Als, uw kinderen er, als je uw kinderen... Ik heb zwaar atheïsme in mijn kinderen. <laughs> ja, zei, dat is, maar dat is ook niet goed, jaren. Dat is ook niet... Dat is even slecht. Maar ja, misschien niet even slecht. Want dat is, dat is minder slecht dan als je zo... Haat niet op homo's! Oh, ja, dat is, ja, dat is minder slecht dan als je christen... Dit was een veralgemening. Haat mij niet. Echt, hè? Ongelooflijk. Hij zit gewoon te veralgemenen. Maar... Ja, dat, dat is dus ook een, een beetje een, 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 be een discussie. Van als er zoveel mensen in één specifieke God. die op één specifieke manier werkt. en bepaalde dingen doet. en zo is geweest, en deze verhalen zijn erover. en deze verhalen zijn erover. allemaal die exacte God. is het dan wel oprecht dat er zoveel uh, honderden mensen. in die exacte God geloven? Zal je wat ik bedoel? Ik snap echt niks van heel die zin. Kijk, wat ik bedoel is: <laughs> als je zo een exacte beschrijving maakt van hoe jij je inbeeld dat God is. Hè? En stel je voor, jij bent laten we zeggen, hè, dat is niet zo, maar Jaren is de eerste christen, Hè? En die heeft nu een beeld in zijn hoofd van God, want hij, heeft, hij had een visie en hij heeft pieters. iets gezien en hij weet nu hoe God is. Uh, en hij vertelt dat aan de mensen. En die geloven hem volledig. Die geloven exact hetzelfde wat hij gelooft. Is dat dan wel oprecht? Is wat ik bedoel. Is het dan wel wat, is het dan wel wat <laughs> jij zelf gelooft? Iemand heeft gewoon verteld wat je moet geloven. Je ja. ja. Ja, nee, is niet oprecht. Hè. Of zo? Ja, nee. Want als er zoveel honderden ja, duizenden het mensen. Uit, als er zoveel honderden duizenden mensen christenen zijn. En exact in, de, in exact dezelfde god geloven, eigenlijk zou dat toch niet moeten kunnen. Iedereen, moet toch, iedereen zou toch net een iets ander beeld ervan moeten hebben. Van ja, nee, ik denk eigenlijk meer dat hij zo is en ja, nee. Daar heb je ook wel, je hebt zowel verschillende groepen niet erin natuurlijk. Ook Christen gelooft in een dezelfde manier natuurlijk. Ja, dat zeker ook. De moslim gelooft dat. Dat zeker ook, dat ik ook. Manier... Dat zei ik ook. Dat zei ik ook net, er zijn verschillende groepen en verschillende... Ah, zelfs individueel verschilt dat nog heel hard. Ja. Maar er zijn ook mensen waarbij dat niet zo heel hard verschilt. Is wat ik probeer <laughs> te zeggen. Dat kan individueel heel hard... Jij kunt individueel echt zeggen dat dat compleet anders is dan een andere persoon. Maar dat, dat kan niet. Maar je kunt ook individueel hebben, ik denk exact hetzelfde als mijn moeder bijvoorbeeld. Eww, maar, eww, je wat heb chat tegen mijn moeder? Nee. Ook jouw moeder, hè? Ja, ik weet het. Oh. Wat ja. zei je mijn moeder? What? Maar, uh, dat aan jouw moeder was. Ja, hebt je, wilt jij nog iets zeggen? Ik word over de good place. Over de dood. <laughs> ja, ja ook het hele, dat vind ik ook wel een leuk idee. Van, dus, uh, spoilers over de serie. Uh, van dat de the the, the, the good place, de bad place is uiteindelijk. En dat houdt dus in. De hel is mensen doen denken dat ze in de hemel zitten. En dan zonder dat ze het doorhebben, elkaar uh... Ja, zo hard. Waar is het woord voor torture? Martelen. Ah ja, martelen. Jesus. Oh, ik voel me zo beschouwd dat ik dat woord vergeten ben. Ja, en dan zonder dat mensen doorhebben, ze eigenlijk de hele tijd constant elkaar laten martelen. Dat is. Ik denk het wel, ja. Dat vind dat is ik wel gewoon een, decent, een leuk maar idee. Dat, dat, is heel, dat is een heel decent filosofisch-psychologisch idee, omdat dat. Dat is, echt, dat, is, dat is psychologisch torture. Ja. Is dat erger dan letterlijk branden? Ja. Want, niet altijd. Jawel. Nu niet letterlijk... Zijn. Jawel. Als, je, als de hel gewoon echt zo brandt en zwepen en zo is, zou je daar niet ook uiteindelijk aan gewend raken? Of is dat zo gemaakt dat je er nooit aan gewend raakt? Dat het elke keer erger wordt, ook al is het hetzelfde? Ja. Hè? Huh? Dat kan ook natuurlijk. Ik vind... Uh, ja. Want in het echte leven, als je in het echte leven zo letterlijk heel je leven constant zo oneindig... Zweepslag krijgt of zo. Uiteindelijk moet je dat ook aan gewend raken. Ja, ja. Maar oké, okay, maar even terug. Ik wil even terug. Uh, ik, ik wil even een vraag stellen eigenlijk. Mm -hmm. Als we het hebben over uh, de dood, Hier namels, Dat is eigenlijk een vraag die ook ja, wordt gesteld in het laatste seizoen van The Good Place. Waar ja, ik ja. zelf uh, ja, een heel, interessante, heel interessant vraagstuk vind. Oké, okay, stel, uh, er is een Hirunama's, er is een Hemel, je gaat dood. En je komt dan in het. Eeuwig leven. Mm -hmm. Wilt je dat? Ik denk dat wilt je eeuwig leven. Do you really want to live forever? Ja, maar exact. Forever. Maar ja, nee. Maar do you? Copyright claim. Do uh... you want to live forever? Wilt jij voor eeuwig leven? Ik denk dat niemand dat oprecht wilt. Je kunt het echt niet. Je wilt het... lang leven, maar op ja. een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je ook gewoon ja. alles gedaan, hè? Ja, alleen. Als je alles, alles kunt doen in de hemel, op een gegeven moment het is, klaar, is het hè? voorbij. Ja. En dan, dan, dan word je pas zot. Dan heb je de hel niet nodig om psychisch getorgerd te worden. Dan ja. ben je gewoon psychisch getorgerd omdat je gewoon niks meer... Je hebt alles al gedaan. Ah, maar, mag ik nu ook zeggen van mijn... En alles, je hebt natuurlijk niet altijd alles gedaan. Ja, dat, dat kan ook niet. Maar, maar ook, ook je gewoon... Je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Iedereen snapt ook wat ik bedoel. Op een gegeven moment... Weet je gewoon niet meer wat je wilt doen. Of zo. Dat is het ding vooral. Op een gegeven moment valt er niet. Op een gegeven moment is het volgens mij ook gewoon niet leuk meer, toch? Je ah, ja. kunt niet altijd. Of, of het is dan weer juist hetzelfde als uh, wat ik net zei over de hel: van dat het toch nog steeds erger wordt en dat je er niet aan gewend kunt raken. Dat daar dan Misschien toch maar steeds beter het... wordt. Misschien is dat juist aan het omgekeerde bij de wat het steeds beter wordt, omdat je er. Maar je le meer leert genieten van niks te moeten doen of zo. Ja, dat zou kunnen. Of niets doen is ook iets doen natuurlijk. Ja. Ja, misschien kun je dan te veel niets doen. <laughs> maar maar... Het, ding, het ding natuurlijk in de Good Place echt is dat, dat ze dus uiteindelijk in de Good Place geraken en dat iedereen die daar dus al zit echt inderdaad dood ongelukkig is omdat die daar al zo lang zitten en gewoon echt gewoon door halve zombies zijn of gewoon die die. Toch? Dat is een beetje het idee, hè, dat hij gewoon duidelijk. Heb je, heb je zo de filmtheorie de, de film video gezien over The Good Place? Niet nee, dat ik me echt herinner. Dat was een video over het idee van wat als de hele serie Michael's and Bad Place is. Omdat hij de hele tijd ook gemarteld wordt. In het begin eerst met dat hele The Bad Place ding, omdat het de hele tijd misloopt en bla bla. En dan uiteindelijk aan het einde, hè, je weet hoe het afloopt, hij wordt een mens. Maar dan het ding is van, va, dat mensenleven eigenlijk helemaal niet zo leuk is. En dat ja, was het idee. Is wel, het idee wel is op het einde van de serie... Als je het goed ik het interpreteerde... Inderdaad, het zijn is verre van perfect. Yeah. Maar dat is wel net waar het misschien ergens mooi maakt. Beter is. maakt, ja. Het is niet oneindig. Het is eindig. Dat is wat het waardig en, en heeft. Het, het, het heeft... Het, 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 life is a rollercoaster. <laughs> Zoals de Starling zou zeggen. Maar, uh, dat is wat het inderdaad er is betekenis geeft yeah. om te leven. Anders dat is er geen punt. Op en neer als alles statisch is... dan, allee, als je, je, kunt, je moet de lows rijden om highs te kunnen hebben. Want anders dan heb je ook geen highs. Je snapt wat ik bedoel? Het moet, moet niet... u, uiteindelijk een einde zijn. Want als er, een, als er geen einde is, waarom zou je dan nu iets doen en niet morgen? Huh? Het einde is er om dingen te doen met je leven. Ja, mij helpt het je ik stel je niks. toch nog altijd alles uit. Maar. Ja, oké, okay. ja, maar... Uiteindelijk doet je wel iets. Als het leven oneindig is, dan kun je zo lang wachten als je wilt. Maar hier, de, het eindigt ooit. Dus na een tijd wachten moet je wel iets beginnen doen. Of ja, dat moet niet, maar... wij is het punt anders? Huh? Ik word echt zo'n duit. Het is nu ook een goed moment over zo mijn, over mijn, uh, om het over mijn gedachtegang, qua zo verschillende mensen in de hemel te hebben. Daar heb ik het al eens gezegd tegen u. Vertel, ik van uh... Als er meerdere mensen zijn. Van Mijn idee van als, als jij zo al uw mensen waar je van gehouden hebt terugziet in de hemel. Gehouden. Als, je, als je die allemaal... Als je die allemaal... Ja, juist, juist. He. Als je die allemaal terugziet in de hemel. Wat als er één van die personen is... Hè, de, de hemel is uw ideale plek. Laten we zeggen. En je ziet iedereen waar je ooit van gehouden hebt terug. Maar wat als er iemand is... Waarvan jij gehouden hebt... Maar die... Heeft zo niet zoveel met u. Snap je? Die, die vindt u wel oké. Okay, maar die hoeft u nu niet per se in het genaam als terug te zien. Ziet jij die dan... Of ik ken sheet? heel veel mensen bij wie dat, dat zou zijn. Oké. Okay. Kies het man. In welke richting? Wordt mijn vriend. Uh. Uh. Maar. Uh. Deze naam wordt wel zwaar geblurd trouwens. In de edit. De. Want we gaan geen namen noemen van mensen in deze podcast buiten ons tweeën, Want dat is een beetje vreemd. Echte? Frank Johansson. Oh my God. Ja, ik heb het over jou. Frank Johansson! Ja, ik heb het tegen jou. <laughs> Oké. Okay. Ken jij een Frank Johansson? Laat hem deze podcast luisteren. Wat Is dus? hij christen? <laughs> maar... Uh, waarschijnlijk wel. Als je Frankie Joh... Jo, wat was het? Johansen. Ja, maar waarschijnlijk ja. wel. Ik niet echt heel... Oosters <laughs> of zo, alleen... Ja, <laughs> nee, maar... Dat... Oké. Okay. zieke... Uh, dingen. Weer vooral gemening? Ja, vooral gemening. Ja, vooroordelen, helemaal. maar... Ongelooflijk. Zo kennen we mij. <laughs> echt, sociaal werker in opleiding. Superveel vooroordelen. Ongelooflijk. Uh, ja. Zie je die persoon dan terug? En... Is dat dan wel echt die persoon? Als die in, in, in uw ideale situatie, in uw uh, perfecte hiernaamals zit, zit jij dan ook in dat van hun? Ook al heeft hij niks met u. Snap je? Ik snap wat je bedoelt. En dan, Want en dan, dat zou voor hun niet per se dan de hemel zijn. Want die zit zo ja, ik hoef u niet per se te zien. En dan, het, de, het logische antwoord is dan: die zit in uw hemel, maar jij zit niet in, in diens hemel. Maar dan is het de vraag van. Dan is dat niet oprecht die persoon. hè? Eh? Of wel, want wat maakt een persoon? Of een, een andere... Dank u, dank u, dank u. Of een andere oplossing <laughs> is dan dat iedereen samen is in de hemel. Letterlijk iedereen. Maar dan is het gewoon wereldstup, Ja, <laughs> nee, maar... Maar dan stilaan dat mensen langzaam incijpelen. Oh my god, <toss> maar dat is in de wereld ook! <laughs> maar... Uh... <laughs> Dit is toch, de hemel. Het is toch reïncarnatie. Dit Fuck. is de hemel, ja. Maar... Um... Hier, we komen nu eigenlijk toch bij het begin van dat ik zei reïncarnatie. Het is reïncarnatie <laughs> dan, hè. Als het gewoon de tijd opnieuw een wereld is. Uh... Nee, maar wat ik wou zeggen, is als iedereen dan samen in de hemel is, en die hebben het gewoon allemaal perfect met elkaar, maar dan is het weer de vraag van, is dat wel oprecht uzelf? Als je eigenlijk een beetje geforceerd wordt, om iemand anders waar je het, het eerst oké okay mee had, om daar dan van te houden. <laughs> een lange gaapjesreactie. Dat zou geen probleem zijn, want ik hou echt van veel mensen. Problematisch eigenlijk. Ja, maar aan de andere kant is het dan weer een probleem. Maar ik haat ook wel een paar mensen. Welke? Ja, nee, die namen ga ik niet noemen. <laughs> wel die namen wel. Piep en piep en piep. Frank Johansen. Ah, <laughs> <af jullie. laughs> um, mensen die zo oortjes in hebben, en ineens onze ze schreeuwen. <laughs> Sorry. <laughs> uh, hebben we alles gezegd? We hebben, natuurlijk hebben we nog niet alles gezegd. Nee, je kan niet, niet alles We moeten een, een oneindig leven hebben om alles te zeggen, uh, Maar mensen. we hebben nog niet alles gezegd, want we zijn nog niet voorbij het uur. Ik we <laughs> wil echt wel zeker minstens... Ja, maar ik wil nog wel tijd hebben om mijn standpunt... Om mijn, uh, mijn, mijn mening over uh, bruiswater te uiten, hè? Ja, bruiswater. We gingen het eigenlijk hebben over... De fles van vorige keer staat hier zelfs broek. Hij staat hier nog. Het is letterlijk de fles van vorige keer waar ik wat je gedronken <laughs> Ik wil even uitleggen waarom ik bruiswater niet snap, oké? Okay? Nee, laat me even. Ik heb, ah, hier, ja, ja. ik heb hier langer over nagedacht op dat voorhand over dan toe. over het hiernaam als dingen. Ik heb hier echt over nagedacht van we, we hebben hier zoveel heb zo arg argumenten voor, zo voor anti-bruiswater. Kijk, dus ik denk dat de meeste mensen drinken bruiswater toch omdat die zo een sensatie in hun mond wil hebben. Maar, ni maar niet zo ongezond, frisdrank, suiker. Hè? Dat is toch het idee? Ik heb ijs zonder prik. <laughs> ja, dan moet je dat mengen, hè. Maar uh, dat is toch het idee van bruiswater, eigenlijk? Je voelt de sensatie, maar dan niet meer zo keiveel suiker. heel eerlijk... Oh nee, dat was voor een boer, maar... <laughs> um, ik dat was ook. oorspronkelijk ook niet zo'n fan van bruiswater, wat inderdaad exact die reden. Maar met dat ik een beetje ouder word, kan ik bruiswater echt nog wel appreciëren, eigenlijk. Ik zal nooit bruiswater <laughs> appreciëren. Maar ik denk dat echt zo'n zoiets is, als je ouder wordt, dan ga je gewoon zo uit van... Ja, oh, sure. <laughs> Dus, bruiswater, ja? <laughs> dus de meeste mensen, die drinken bruiswater voor dan die sensatie van de prikkels te krijgen, van de bruis. De sensatie van de prikkels? Ja, <laughs> ja. De prikkels is een sensatie, dus. Het is weg. <laughs> nee. Wij zijn een Maar, bubbels, ja. Gevoel. Ja. Maakt niet uit. Om dan die sensatie te krijgen, <laughs> zonder dan ongezond zoete drank te drinken. Ja? Ongezond zoete drank. Maar ik denk... Oh. oh, nee. Maar ik denk... Waarom zou je dat doen? Want... Kijk, ik heb ikzelf, als ik frisdrank drink, ik drink dat omdat dat lekker is. Niet om de sensatie van de prikkels te krijgen. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld neem bijvoorbeeld Lipton Iced Tea. Zo, de normale Lipton Iced Tea met prik, ja? Als ik dat drink, citroen. dat is lekker. Ja, citroensmaak. Dat is lekker. En de reden dat dat lekker is, is door de combinatie van de smaak en de prikkels. Maar bijvoorbeeld, volgens mij, als dat zonder prikkels is, zou ik dat niet zo lekker vinden, denk ik. Prikkels? Ja. Tot prik gewoon... Nee, hetzelfde. Zonder, als dat zonder prik was, dan zou dat niet zo lekker zijn, volgens mij. En er zijn dan andere dranken waar dat het juist raar is om daar, prik, om daar prik bij te hebben. Melk. Zoals melk, of chocomel, <laughs> of frissy, of whatever. Als ik zal dat nu wel proberen, eigenlijk. Melk met prik. <laughs> Yo. Gewoon voor de, de, voor de video. En bijvoorbeeld water. Content. Want, dus, ik heb, ik heb geen connectie met de prik op zich. Ik heb een connectie met de combinatie, omdat dat het lekker maakt. En je kunt dus ook drank hebben zonder de prik, die ook lekker is. En je kunt drank hebben met zowel de prik en de smaak. En dat is lekker. Maar je kunt... En dan heb je ook nog water. En dat heeft geen smaak, geen prik. En dat drinkt je... Om, om... Als je zo even gewoon... Uh, uh, door, nou als je dorst hebt, gewoon... Of als je, zo wa als je water nodig hebt. Je zou eigenlijk gewoon vooral... Water ja, je water moet drinken. vooral water drinken. En ook... Gewoon ze in situaties, bijvoorbeeld als je zo veel sport ofzo, dan drinkt je toch niet zo een glas iced tea ofzo, je drinkt gewoon een glas water. Ik, echt? ik drink gewoon iced tea. Oké. Okay. Maar ja, ik sport ook niet zo Maar kijk, dus <laughs> je hebt die drie categorieën, ja? Je, je, je kunt daar zo een, een Venn-diagram van maken. Oh God, ik hou echt van Venn-diagrammen. Ik weet niet waarom ik <laughs> Maar dan heb je nog de vierde met geen smaak, maar wel prik. En dat is water met prik. Waarom? Als ik water wil drinken, als ik iets smakeloos wil drinken, dan wil ik ook niet dat er prik in zit. Dan wil ik gewoon volledig niks. Ik wil niet... Haha, maar wat is niks? Niks ik kan bestaan niet. Ja, maar... Ah! Ja, maar, snap je wat ik bedoel? Ik, ik wil niet alleen die prik, want ik heb, ik heb niks met die prik. Prik. <laughs> Jij zei <laughs> <dacht laughs> dat ik het woord prik moest gebruiken. En nu ja, pest je ik... mij ermee. <laughs> gewoon omdat ik vind dat het heel grappig is. Dat je echt, heel de podcast, super rustig bent, allemaal ik ga niet over dingen. Ga je niet over Bruiswater? Ga je echt hè? Jij weet niet je stem te verhalen? Ha, Bruiswater! Ben, het is echt. Die Bruiswater! Anti-Bruiswater gang, Kom aan. Uh, nee, hashtag anti-Bruiswater op hard Twitter. anti-Bruiswater? Ik ben best. Ik ben, Waarom? Ik, ik leg uit! Ik ben hashtag en neutraal. Jij voor, ik ben hashtag neutraal, Bruiswater. Nee, je bent niet neutraal, je support het, je drinkt het. Weet je wat mijn argument is? Weet je wat mijn argument is? Nee. Soms is dat gewoon het enige wat wij in huis hebben. Dat is geen <laughs> argument. Geen argument. En dan denk ik inderdaad, ik wil niet gewoon water drinken. Dan drink ik wel water met prik. Want dan maar waarom? Doet dat tenminste iets in mijn mond? <laughs> <laughs> dan doet dat iets in mijn mond. Dan drink je gewoon water. Die wil wel wat andere dan... dingen in mijn mond doen. <laughs> Op, dan... Op dat moment zou, dat ik fout, echt... <laughs> zou ik echt gewoon water drinken. Als er niks is met een smaakje, dan drink ik er echt gewoon water. Ik wil niet gewoon die prik. Ik heb daar geen nood aan. Ik... Waarom zou je gewoon die prik willen? Dat is niet lekker, dat is niet fijn. Op, op, zijn, op, op zich is dat niet fijn, dat is onnodig. Oké, okay? je, je hebt gelijk. Ik heb gewoon ge ja, een pro-Bruiswaterer. Die, die is het met mij eens. Ik zei dat ik een hashtag neutraal ja, was. Ja, hij, hij is niet neutraal. Oké, okay? dit okay? is bewijsmateriaal dat hij niet neutraal is. Oké. Okay? Laat, uh, <laughs> laat u niet beïnvloeden door de, door de media, oké. Okay? <laughs> hij is niet neutraal. Fake news, jongen. Oké. Okay. Ja. Ik ben, ik ben klaar. Ik heb al alles gezegd over Bruiswater. Leonard is <laughs> te tevreden. Hij <laughs> heeft een hele voorbereide speech gezegd. Hij heeft over Bruiswater kunnen ranten. Ja. <laughs> yeah. um, yeah. Ja, Leonard. Waar gaan we het volgende keer over hebben? Deze keer is, het, is de vraag echt alleen vorige keer wisten we het eigenlijk dat we het hierover hebben, maar nu... We hebben een lijstje, maar we nee, weten het nog niet voor we... ja, keer. Ja, maar daarna gaan we nu... <laughs> nee, no, maar we hadden dat ja. nooit afgesproken. Ik heb ja, wel... Nee, on we gingen officieel. dat eerst als eerste doen, maar dan gingen we oh, over daar ik AI om het dan logisch was dat dat dan... Ja, ja en nu is het nog altijd ook de connectie met Socrates, hoor, hè? Want hij kan nog altijd niet bij zijn, hè? heel druk, heel druk. dood, vooral. Ja, ja, nu is het nog altijd de connectie, de Vorige keer was de connectie het logo gemaakt door AI, maar nu is het dus... Uh, Socrates zelf ja. is ook dood. Maar Waar zullen we het vorige keer over hebben, Lester? Wij is Socrates nog. Doe een voorstel. Wij is Socrates nog. Doe een voorstel, over waar we het volgende keer. Nee, over. maar kijk, wij is Socrates nog? Een benaming, een naam. Taalfilosofie. Taalfilosofie, let's go. We hebben het over taalfilosofie. Ja, Allee, over taal. Dat vind ik een goed idee. Oké, okay, mensen. Hé, uh, hey, mensen in plaats van, Dames en heren. Nee, hey, dat is taalfilosofie. Ieder, Hallo iedereen. Hallo iedereen, inderdaad. Uh, volgende keer gaan we het dus dan hebben over taal. Uh, dus dan? Alles wat met taal te maken heeft. Uh, Taalfouten. Heel interessant. Ik vind dat wel een heel interessant onderwerp. Accenten, ik kan ook wel als het gaat over taal, daar heb je heel hard in opwinden. eigenlijk soms. Tussentaal, straattaal. Dreddies. <laughs> uh. uh, nee, ik kan me er wel hard in opwinden. Soms is het met vertaald. is uh, voor de volgende podcast. Nee, niet opwinden. In... <laughs> Wat heel, heel fout. Leert heel fout. Wat dan wel. Als je zo boos uh. worden. Het uh. uh, wordt dat. Bah. 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 Ik kan er echt niet tegen. <laughs> bruiswater of de, de, dan als fouten het oh. is dan als en wij andere ook zo hetzelfde soort heet te noemen oh. dat zijn zo Weegt twee zwaar kost duur ja dat zijn er dingen dat zijn er dingen dat zijn echt maar dat zijn vooral dat zijn dingen maar dat is echt voor de volgende aflevering maar ik zal even een spoiler alleen, oh, Een, een spoiler teaser het? geven teaser van waar ik het vorige keer alleen, zeker of het als het gaat over taal um, ik ben ja bang is een groot woord maar ik mm -hmm. vind het heel erg dat onze Alleen onze taal een beetje verbastert. Alleen onze taal. Dat dat zo met Engels vermengd wordt. Nee, dat. dat bijvoorbeeld. Het ding, het, wat er gebeurt. Ik weet niet wat verbastert. Nee, wat er gebeurt als heel veel mensen. De taalfout, een, taalfout, een bepaalde taal. Is dat het dan maken, klopt, ja. Is dat uiteindelijk van zo gevorderd is dat zoveel mensen het gebruiken. dat ja. het eigenlijk gewoon geaccepteerd wordt. oké, okay, dan is het wel juist Nederlands. Maar... En dat vind ik heel jammer. Want dat is wel echt onze taal die achteruit gaat. Ja. Maar dat is. Maar... Zeg nog niks. Dat ja, is voor volgende week. Dat is voor volgende week. Letter. Tot de volgende keer, mensen. Ik wil nog één ding zeggen. Oh. Uh -oh. Ik wil heel hard uh, iedereen bedanken om de vorige keer. En vooral. Nee, ja, <laughs> vooral ja, ja, maar dat komt. Ik Frank in mijn, Johansson. Sorry voor mijn uitleg. Uh, om uh, vorige podcast zo ja, massaal te luisteren eigenlijk. Allee, ik ben echt wel positief verbaasd over hoe dat. Onze eerste aflevering ontvangen is. Ik had eigenlijk echt niet verwacht. Dit is oprecht, denk ik, de succesvolste. Hij heeft het beste gepresteerd van alles wat ik ooit heb geüpload op mijn eigen persoonlijke kanalen. oprecht. Uh, allemaal uh, dankzij Lund. Een lulchek Misbruik uh, Gewoon qua hoeveel views dat in, in een snel tempo Ah, in een bepaalde Hoeveel viewer-retention. Echt gewoon. Qua alle statistiek is dat echt gewoon het beste resultaat wat ik in Allee, ooit heb gehaald, denk ik, op mijn persoonlijke. Uh, Allemaal door mij. Kanaal. Allemaal door en natuurlijk door Socky En door Socrates. <laughs> uh, maar ik wil ook nog in het speciaal uh, True Ferret uh, Jarno uh, bedanken voor de prachtige comment op uh, de eerste podcast. waarin hij mijn stem godly noemde. Uh, want dat vond ik gewoon leuk en dat wilde ik toch nog even benoemen tijdens deze aflevering. Mijn stem is godly, Leonard. Bent er niet meer Allee, Hij zei godly voor een podcast, maar ik heb het gewoon geïnterpreteerd als godly in dat <laughs> Maar bestaat God wel? Ja, voilà, daar hebben we het over gehad. Eigenlijk had ik mee moeten beginnen, want dan hadden we mooi die overgang kunnen maken. Ja, jammer hè? Maar goed. Opnieuw uh, beginnen. Ja, we gaan de podcast opnieuw opnemen. Nou, mensen, welkom bij de potnees, waar. Dus uh, ik zal. Uh, zal ik met mijn Goldie stem afsluiten of sluit jij af? Ik wil nog special thanks voor Frank Johansen. Frank Johansen, Love you. Special thanks naar jou. Bedankt. Gustav. Ja, minder. Maar <laughs> Alex, ga <Gauier>. Nee, zeker. <laughs> de Starlings, hartje. <laughs> Oké. Okay. Als, jullie, uh, Hunter als Falls. jullie naar de podcast willen komen, Starlings, altijd welkom. <laughs> so, okay, ik ben echt gewoon aan het, het is echt zo het einde en we zijn echt gewoon random shit aan het zeggen nu. Echt grappig <laughs> ja. uh, hoe dan onze breinen werken. Uh, maar goed, uh, sluit af, Lennart. Het einde. <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> Bedankt voor het luisteren en of kijken en uh, Tot volgende week. Ja. En of kijken. Er zijn ook zo'n mensen die alleen naar het beeld kijken en die <laughs> luisteren naar wat wij te zeggen hebben. Nee, <laughs> luisteren maar... en of kijken. <laughs> Dat snap ik bedoel. Als je kijkt, luistert je meestal ook. Maar je kunt ook alleen luisteren. <laughs> ja, je maar kunt dus... ook alleen kijken, <laughs> Voor een podcast. Voor de mensen die alleen kijken. <laughs> uh, nou, tot volgende week. <laughs> Ah, dan zijn we toch een komisch duo. Oh, echt. Oh. Dit, wordt, dit wordt een TikTok-clipje. <laughs> oh. Mensen die alleen kijken, ja. Dus luisteren en of kijken. Gewoon heel dit stuk komt ook in de TikTok. <laughs> heel dit stuk. op TikTok. Nee. Behind the scenes. Nee, is niet waar. Bloopers. Daar.